Vanavond hebben we hier een concert weggegeven in verband met 75 jaar militaire muziek in Suriname. En toen we dat vroegen aan de minister, toen zei hij shoot, maar ik wil dus ook een taptoe. En die taptoe hebt u dus vrijdag kunnen zien in het André Kamperveen Stadion. Het is dus een combinatie geweest waarbij de militaire kapel een show heeft weggegeven in het André Kamperveen Stadion. En vanavond hier in de Anthony Nesty Sporthal een concert heeft gegeven aan het publiek. De kapel is 75 jaar oud, maar het leger is 42 jaar oud. En de onafhankelijkheid is ook 42 jaar. Maar hoe komt het dat het kapel ouder is dan? We zijn inderdaad in 1975 onafhankelijk geworden. We waren toen een kolonie en vanaf 1975, 25 november, een republiek. Maar de militaire muziek in Suriname is begonnen op 17 november 1942. En u moet zich dan voorstellen dat vanaf die periode, na vandaag, de militairen steeds muziek hebben gemaakt. En dat heugelijk feit hebben we vanavond herdacht. Het is niet zo druk geweest, hoe komt dat? Ja, ik denk dat de mensen op een gegeven moment een verwarrend bericht hebben gehad. Ik hoop niet dat het dat is geweest, maar er zijn op een gegeven moment geluiden gehoord geweest dat de show om 8 uur zou beginnen. Terwijl we heel duidelijk hadden bekendgemaakt dat de show om 19:30 zou aanvangen. Een ander punt is dus dat tegenwoordig, misschien vanwege de afstanden, de kosten voor veel mensen iets te hoog liggen. Waardoor ze dus misschien vanwege het vervoer niet hier aanwezig konden zijn. Maar desalniettemin zijn er toch wel wat mensen opgekomen en ze hebben echt genoten van een hele prachtige show. Blijft het bij deze avond of gauw vaker horen van het militaire kapel? Ik denk dat u in de toekomst veel meer van de militaire kapel zal gaan horen.
We zijn uit een dal weer opgestaan. We hadden een hele grote terugval. Omdat de vorige dirigent, de kapelmeester Reinier, toen met pensioen ging. En op dat moment we geen kapelmeester hadden. Eén geluk dat Stefan Apianai al in dienst was. En toen ook al te kennen had gegeven dat hij op het conservatorium zit. We hebben hem alle gelegenheid geboden om zijn studie af te ronden. En u hebt vandaag het resultaat mogen bewonderen. Ik wil alleen maar vragen aan Surinamers dat we bij deze gelegenheden echt opkomen, onze eigen jongens ondersteunen, zodat we goed naar de toekomst kunnen gaan. Het is erg prettig ook dat jeugdige mensen dit allemaal kunnen meemaken.